Je moet het zo zien, theater is voor mij hetzelfde als Martine met wijn heeft. Nou, dan gaan we dan vrijdag 5 augustus alweer. Jeetje, zitten we nou alweer in de maand augustus. Ja, het is wat. Wij gaan onze positieve podcast weer doen. Wat goed! Wat goed! Ja, onze eigen positieve podcast. Nou ja, we zijn natuurlijk te beluisteren en ook te bekijken op kijk.nl. Daar kun je natuurlijk ook terugkijken en dan kun je de beelden bezien. Ja, en hoe wij erbij zitten. Hoe wij erbij zitten, ja. Deze keer een Syrische borrelplank. Ja, een Syrische. En wij kennen dat natuurlijk helemaal niet. Nee. Dus wij gaan dat eens even proberen. Het ziet er heel erg lekker uit. Ja, nou, dit is bijvoorbeeld mijn favoriet. En van Maxime en Montana ook, dat is taboulé. Taboulé, dat hebben wij wel eens gegeten. Ja, ja. Dat is heel erg lekker. Ja. Dit was de... ja, dan moeten we even op een kaartje kijken, hoor. De baba ganoush, dat was deze. Ja. En dit is helemaal muamara. Dat is met geroosterde paprika's, komijn en granaatappel. Nee, dat is dit. Want dit moet je in brood dippen. Waar is het brood trouwens? Oh, het brood staat nog in de cuisine. Oh, jeetje. Dat zat natuurlijk in de oven. Ja, dat hoort er wel bij, want je moet natuurlijk gaan dippen. Ja, en we zitten trouwens niet aan de wijn, want we zitten lekker aan de jus de pomme. We dachten nou, joh, we gaan een keer niet aan de wijn. Dus we doen net als Claire, we nemen lekker een jus de pomme. Hmm. Ook heerlijk. Want we moeten natuurlijk wel dippen, kunnen dippen. Dus dan moeten we dippen. Ja, even dat ding weer op, één moment. Lekker, met die granaatappel. Lijkt me heerlijk. Ik ga even een stukje nemen. Ga jij al beginnen? Ik ga voor die kleur. Oh, het heet. Oh, ja. Dit ziet er wel leuk uit als oranje. Nou, het is heerlijk. He? Het nadeel is wel dat die paprika, dat gaat helemaal tussen je tanden zitten. Daar ben ik nooit zo blij mee. Je hebt toch altijd een tandenborstel bij, hè? Ja. Nou, daar zet je tas. Succes. Ik moet toch eventjes, wacht even. Ja, ik moet toch even mijn spiegeltje pakken. Ik vind het vreselijk. Als je een podcast zit te maken. En dan zit je helemaal onder die troep tussen je tanden. Dat moet ik niet. Ik heb altijd zo'n ander rond spiegeltje. Ja hoor, er zit een stuk paprika daar. Maar het is vreselijk. Oh, wat erg. Wacht even. Maar ja, wat was het een bijzondere week, hè? Met Max en Leroy in de trouwerij. Had je toen ook bij je? Ja. Had je toen ook die tandenborstel bij je? Altijd. Je had een heel klein tasje. Ik had ook zo'n klein tasje bij me. Er kon niks in. Top. Nou, weer dat rodding op. Ja, nou ja, inderdaad. Het huwelijk van onze lieve schat. En die lieve Leroy. Een hele bijzondere week. Ja, zaterdag was natuurlijk de trouwerij. En zondag waren we eigenlijk allemaal doodmoe. Ja. Maar wat wil nou het geval? Er was een groepje, die hadden dus een prank. Is dit... Wie? Nou, denk je. Zit nou, het is... Ik weet het niet, hoor. Ik ga weg. Waar is de keuken? Ik ga het niet opruimen, hoor. Zaterdag was de bruiloft, zondagmiddag stonden wij gewoon met een halve kater. Stonden wij al die zakken chips in hele grote vuilniszakken zo helemaal te doen. Ja, allemaal naar buiten slepen en naar beneden. En dan scheurde die zak weer. Nou ja. En de dag daarna heb jij nog een keer geholpen. Nou, uiteindelijk stond alles buiten. Dus gisteren hebben we alles op laten halen. Gelukkig was die bananenchips wel over tijd. Dus het moest toch weg. Dus in die zin is het geen nee, dat klopt. Het was over de datum. Het was over de datum. Ja, en ook al ettelijke jaren, hoor. Dus, dat klopt. Maar goed. Nou, en dan hebben wij straks natuurlijk nog weer het uitje van de week. Ja. En niet zo lang geleden hebben wij zelf dat ook ervaren. Ja, het uitje van de week. Het was enig. Ja. En we hadden vorige week natuurlijk die schattige Ferry. Ja, Ferry Doedens hadden we natuurlijk. Daar hadden we contact mee via het scherm. En leuke enthousiaste jongen. Ja. Ja, en we hadden een goed dilemma voor hem. Maar hij ging dan toch voor het geld. Hij heeft gelijk. Ja, zou jij het ook doen? Ik vind van wel. Ja. Nee, ik denk het niet. Oh. Wat? Het moment is hier weer. Waar is die gouden envelop? De surprise guest. De surprise guest. Ik heb hier de envelop altijd naast mij. Wij weten weer van niks. Nou, doe jij het maar deze week, Sander. Dan doe ik het volgende week. Nee, jij mag wel trekken. Dat doen we net als in als bij de loterij. Bij de loterij. Daar gaat hij. 1, 2. Oh, verkeerd. Steven Brunswijk. Oh, nou, dat is toch de Brabo 9 of zo? Ja, die is zo leuk. Die heb ik een keertje meegemaakt bij de Ranking the Stars. Oh ja? Zo aardige jongen. Oh ja? Ja.
Ja, heerlijk. Oh, leuk. Oh, Steven Prunstra. Nou, ik zal even het dilemma wat we hebben voor hem opnoemen. Nou, Steven moet dus bij het volgende moet hij een keuze maken. Of je moet elke avond bij Vandaag Inside aan tafel zitten. Oh. Zat hij daar wel eens dan? Dat heeft hij, maar dat ging helemaal niet goed. Oh. Nee. Of je mag nooit meer de theater zien. Oh, dan gaat hij natuurlijk voor A. Voor één. Elke avond bij Vandaag Inside, hoezo? Oh nee, dat wilde hij juist niet. Nee, oh, maar nee. Nooit meer theater in wilde hij ook niet. Wat een rot dilemma weer. Wat leuk. Nou, we gaan het hem vragen straks. En hij is altijd positief. Nou, dat hebben we nodig in deze podcast. Die hoort er dan echt bij. Ja, leuk hè? Leuk. Oh, enig. Nou, en dan hebben we natuurlijk ons persoonlijke nieuws van de week. Ja, dat is natuurlijk heel groot persoonlijk nieuws. Dat was natuurlijk de bruiloft. Daar leefden we al een paar maanden inmiddels naartoe. Ja. Gek is dat hè? En dan ben je maanden daarmee bezig. Nou, en dan komt de dag. En wie het ook vroeg, iedereen was een beetje zenuwachtig zo helemaal. Ja. En nou, zeker Lee en Maxime natuurlijk helemaal. Ja, en dan, nou, ja. Ja, maar ook 's morgens had je het idee van iedereen zit nu bij de kapper en is er in die nette kleren aan het hijsen. Ja. Iedereen zit in de make-up. In de make-up. Ja, ja. En om 1 uur was de inloop, maar wij waren er al om 1:30 of half zo. 1:30 hebben we nog een broodje. Nee, een kroket hebben we nog genomen. Het was helemaal weeg. Ja, want eigenlijk hebben we helemaal niet geluncht. Maar ja, hadden we ook helemaal geen zin in. Want je bent zo druk, daar heb je helemaal geen zin in eten. Ja. En we hadden natuurlijk mooi weer. Wat hadden wij mooi weer. Want die dag daarna regende. Nou ja, en dat kan je niet regelen. Ja, zo fantastisch. Ja. Nou, en dan die jurken. Ze had 3 jurken. Ja, ze had 3 jurken. Ja, welke vond jij het mooist? Nou, wat denk je? Ja, ik weet het niet. Nou, we doen vingers omhoog. Ja, we hadden natuurlijk jurk 1, jurk 2, jurk 3. Ja, we moeten even doornemen. Jurk 1 was natuurlijk die hele sprookjesachtige die ze bij de ceremonie aan had. En dan had ze... Later kreeg je natuurlijk een taartaansnijmoment. Ja. Daar had ze een hele slanke jurk met allemaal kraaltjes en pailletjes. Bij het eten was dat zo ook. Ja, bij het eten ook. En toen 's avonds, toen we gingen dansen. Ja. Toen had ze een jurk die is speciaal voor haar ontworpen. Dat heeft ook met het tv-programma te maken. Ja. Maar dat komt allemaal nog. Ja. Maar die had ze 's avonds aan. En die was ook weer met een jasje wat later uitging. Dus ze kreeg toch eigenlijk een soort van 4 set. Ja, het was eigenlijk net een modeshow. Ja, het was net een modeshow. Ja. Nou ja, we doen 1, 2 of 3. Moet je je vinger omhoog doen. Ja. Welke vond je het mooiste? Ja. 1, 2, 3. 2? Oh, ik bedoel zo. 3? Nee, ik bedoel 1 en 2. Ik kan niet kiezen. Oh, zo bedoel ik. Ik kan niet kiezen. Die 1 was inderdaad helemaal sissy, helemaal zo. Maar dat kind kon er natuurlijk helemaal niet in zitten. Nee, maar dat doet er niet toe. Het gaat alleen om mooi, hè? Ja, want anders zou ik ook voor 2 kiezen. Want die zat heel lekker namelijk. Zit dat ook niet lekker? Ik heb helemaal jeuk. Godzie. Nee, maar 2 was toch ook prachtig. Ja, was ook prachtig. Ja, maar toch, die eerste is toch meer drama. Ja. Dat wilde ze ook, drama. Daarom deed ze ook sluier naar voren. Zo. Ik moest zo lachen toen ze zei... Want jij bracht haar natuurlijk weg, zo aan de hand. Had ze het over muggen? Nee, we gingen natuurlijk, we moesten een heel lang pad. Want ik zeg, nou, we gaan toch gewoon zo over het gras? Nee, zegt die wedding planner. Nee, je moet helemaal daar achter die boom langs. Nou, daar liep dan een schelpenpad. Ja. Dus toen wij begonnen met met die walk, zeg maar. Toen zei ze, nou ja, ze zegt, ik heb in ieder geval geen last van muggen. Want ze had natuurlijk die sluier aan de voorkant. Ja, gillen. Dus het was natuurlijk een heel officieel moment. Maar we hadden ook gewoon heel erg lol. En ze had van die open schoenen, maar het was een schelpenpad. Dus op een gegeven moment zegt ze van... zitten allemaal schelpen in mijn schoen. Ik zeg, nou wacht even, we zijn bijna achter die dikke boom. Want ik denk, ja, de mensen zitten toch naar je te kijken. Het is wel van een hele afstand. Deze even zo onder die jurk, want ik zag natuurlijk niks. Want het was allemaal stof. Ze zegt, ja, het gaat weer. Nou, dus wij weer heel rustig zo doorlopen. Vond zo, als en die mocht nog niet kijken. Die keek recht vooruit. Dus wij kwamen helemaal die ronding. En toen moesten we... Want Claire liep op een gegeven moment natuurlijk halverwege. Kwam Claire erbij. Met een bloemenmandje. Ja, en die wist precies waar wij af moesten slaan... zodat we op dat witte pad kwamen tussen de mensen door. En Lee stond aan het eind. Ja. En ik had zo te doen met Lee. Ik zag helemaal aan dat gezicht en dat bekje... dat hij helemaal stijf stond van de zin. Ja, en hij moest helemaal natuurlijk inhouden, de emotie inhouden. Maar Claire deed het ook zo goed. Want ze had van tevoren al gezegd, rechts en links. Weet je, want ze moest natuurlijk rechts bloemetjes, bloemlaadjes gooien... en links en rechts en links. Nou, ze deed het zo fantastisch. Ja, het was een waanzinnige dag. Ja, het was echt prachtig. Ja, leuk. Laten we met... Nou ja, weet je, ja. Nou ja, oh ja. Nou ja, en misschien zijn er nog wel beelden. Want Max, de vriendinnen, Dante, Roxy en Demi... die gingen haar helemaal in die eerste jurk... helemaal die wilden de pers
erbij zijn. Ze zeiden, daar moeten wij bij zijn als je die jurk aan gaat doen. Ja, ja, vond ik ook zo. Ja, er kwam ook helemaal een haaknaald aan te pas. Hè? Dat, iemand moest dat helemaal zo dichtdrukken. Ja, dat was volgens mij die derde. Ja, bij die derde. Ja, en dan helemaal met een haaknaald zo die knoopjes dicht doen. Ja, ja. Of die, die, ja, dat was zo'n soort corset hè, aan de achterkant met zo'n touwtje. Dan gaan we even door. Ja, we moeten natuurlijk nog wel even over één ding hebben. Hè, wat 's avonds gebeurde. Ik weet al wat jij gaat zeggen. Ja. Want ik zei van tevoren tegen Montana, straks gaat het boeket gegooid worden. Toen zei ze, ik wil hem niet vangen. Zei dan moet je eerst even uitleggen aan de mensen. Want als je nooit naar een trouwerij bent geweest, weet je helemaal niet wat er gebeurt. Iedereen. Aan het eind van de avond gaat de bruid het bruidsboeket naar achteren gooien, zonder dat ze kijkt. Ja, en dan, staan daar alle ongetrouwde vrouwen. Ja. In Polen doen ze trouwens, doen de mannen het ook. Hè? Die gooien hun strikje naar achteren. Nou, ja, maar we zitten nou niet in Polen. Vind ik trouwens wel een hele leuke traditie. Maar goed, dat was hier niet. Dus zij zei, ik wil hem niet vangen. En ik zag op het moment suprem ook dat zij een beetje achter iemand dook zo. Ja. Volgens mij was dat Roxy. Het was een klein iemand. Ja. Maar ja, wat gebeurt er? Sst. Mogen we het niet zeggen dan? Ik weet het niet. Zouden ze dat erg vinden? Nou, oké. Okay. Vertel het maar. Toch wel uit. Vertel maar aan het Nederlands publiek. Nou, ik zag het boeket vliegen. Plop. Montana vingen. Zo, right in the kisser bij Montana. Ja, right in the kisser. Ja. Het was right in the kisser. Ja. Ja, ze ving hem zomaar op. Ja. Nou, meid, en zij gillen. Nou, en dan de schoonmoeder, Mariola. Ja, Mariola, nou, die was helemaal helemaal over de toeren. Ze was helemaal over de toeren. Ja, ze die zegt, vond het oh, zo wat leuk. Ja. Ah ja, goed, wij vinden het ook leuk. Want als het natuurlijk ooit gaat plaatsvinden, dan is het natuurlijk en in Nederland en in Polen. Ja. He, dus dat wordt wel leuk. Ik denk dat het nog jaren gaat duren. Ja, nou ja, joh, maar nou, wat in het vat zit verzuurt. Niet zo is altijd het bij ons thuis. Ja, ja, dat vind ik ook. Nou, en dan hebben we natuurlijk nog lekker nieuws. Want wij gaan natuurlijk bijna op vakantie. Ja, lekker hè? Wij gaan lekker met Dirk en met Montana. Lekker met z'n viertjes, met de auto. Niet op dat Schiphol staan in de rij en zo. Gaan wij lekker met z'n viertjes afreizen. Zo een beetje zo leuk. Zo helemaal naar beneden, zo naar Frankrijk toe. Ik kijk er helemaal naar uit. Ik ook. Kijk er helemaal naar uit. Nou, dus we hebben dan vanaf, we hebben dan volgende week, als wij dan weg zijn, hebben we dan een speciale zomerspecial. Ja. En dan gaan we de landen uitbelichten waar wij Nederlanders altijd graag op vakantie gaan. Ja, maar we gaan nu over moeten wel. Waar is het lepeltje? Vergeten. Nou, zal ik het maakje pakken? Oh, nou, moet ze weer opstaan. We hadden toch ook met deze pen kunnen doen? Jij hebt altijd een pen bij je voor de notities. Nou, had ze ook gekund. Wat goed! Kijk. Dat is het juiste geluid. Dat is het, ja, dat is toch beter dan een pen. Nou, in ieder geval, wij gaan de goede berichten van deze week doornemen. Ja, nou, vertel. Ja, een goed bericht was namelijk dat onze premier Rutte, die zit vanaf vandaag, vrijdag, 4614 dagen in dat torentje. Nou, vind je dat een goed bericht? Ja. Vind het wel erg lang. Ja, nou ja, hoezo? Nederland heeft toch op de VVD gestemd? Ja, dat klopt. Maar nou, Nederland is wel klaar met Rutte, hoor. Ja? Ja, jij zit niet op Twitter. Oh, dan zou ik niet zeggen dat Twitter leidend is, maar daar zie je wel een hele erge trend. Oh. Ik vond Rutte vroeger ook altijd een hele degelijke, in de goede zin van het woord, hè. VVD was ook best wel van huis uit voor mij de partij. En, hij heeft vroeger, het in de coronatijd ook heel goed gedaan. Hij heeft het in het begin ook heel goed gedaan, maar de laatste tijd is het, ik vind het een beetje een losgeslagen zootje geworden in Nederland. Nou, ik weet wel dat de jongere partij van de VVD, die zien inderdaad liever bij de volgende keer een ander persoon. Ja, nou ja, dat snap ik. Weet je, het is, op een gegeven moment is het klaar. Ja. Ja. Het is gewoon klaar. Ja. Mensen willen hem niet meer. Nee. Nou ja, en je moet op je hoogtepunt weggaan. Dat heeft hij niet gedaan. Dus hij zakt weg. Oh. Hij moet vervangen worden. Nou. Maar goed. Nou ja, maar goed. Maar goed. Ja, ja, ja. Goed is het eigenlijk helemaal niet. Maar ja, wie moet het dan doen? Caroline? Nou, de VVD wel echt niet Caroline van der Plas. Nee. Tuurlijk niet. Het zou enig zijn als Caroline zelf helemaal omhoog gaat in de peilingen en zo. Dat doet ze al. Ja, ja. Want wij hebben toch nooit een vrouwelijke premier gehad? Nee. Er wordt toch ook tijd? Zeker. Ja, wordt zeker tijd. Vooral natuurlijk Margaret Thatcher in Engeland. Ja, de ijzeren dame. Iron Lady. Ze, de Iron Lady. Ja, ja. Ja, oh, ja. Wat was zij goed het toen? Ja, ik vond het wel een mooie tijd. Ja. Sterke, ja. Krachtige vrouw. Ja, dat zie je eigenlijk nergens meer. Nou ja, weet je, we hebben natuurlijk eventueel heel veel kanshebbers op die vrouwelijke premierschap. Nou, Kaag toch zeker niet. Sigrid Kaag? Nee, die is ook helemaal niet populair. Nee, helemaal niet. En dan hebben we haar natuurlijk nog van het CDA, van vroeger, van Lingo, Lucille Werner. Oh.
Lucille Werner van de balletjes van vroeger. Ja. Zit helemaal in de politiek. Ja, zij deed balletjes altijd zo helemaal. Weet je wel, zo. Ja. En nu zit zij helemaal bij de CDA. Ja. Al jaren. Maar die gaat het niet worden, hoor. Nou, weet je, we zijn allemaal een beetje Rutte-moe. Nou weten we het wel. Ja. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk Wibi Sojadi. Ja, die heeft een nieuwe vriendin. Stond in de... Ja, die heeft een nieuwe vriendin. Dat is ook leuk. Ja, dat is ook leuk voor hem. Want ik denk wel dat hij heel erg graag een vriendin heeft. Denk je niet? Ja, dat denk ik ook. Ja, dat vindt hij heel gezellig. Ik denk, volgens mij ook echt een hele lieverd. Maar dat bedoelde ik dus niet. Hij heeft namelijk nog een lintje gekregen. Hij is nu ook nog officier in de Ridder van Oranje Nassau. Oh? Ja, er zijn allemaal gradaties. Weet je, ik heb het hier even opgeschreven. Eerst ben je bijvoorbeeld ridder, maar ben je officier, dan ben je weer hoger. Dan kan je dus weer een lintje krijgen. Dan word je commandeur. Krijg je dan weer een lintje, word je groot officier. Maar waarom krijgt Wibi een lintje? Waarvoor? Nou ja, omdat hij natuurlijk een begenadigd pianist is. Oh? Ik hoor hem nooit op tv ochtend Die treedt natuurlijk op over de hele wereld. Die is ook bekend. Het is een exportproduct. Oh? Ja. Ik dacht dat vroeger was met Wibi. Toen was hij heel populair. Maar is hij... Dat is hij nog steeds. Oh? Ja. Nou, dat is me helemaal ontschoten. De hoogste onderscheiding is dus... dan ben je ridder van het Grootkruis. Het Grootkruis. Zou je dat willen worden, ridder in het Grootkruis? Ik vind het een beetje een rare benaming. Ik heb helemaal geen Grootkruis. En ik vind het allemaal poppenkast. Nee, dat is onzin. Het is wel mooi om mensen te belonen voor speciale dingen die ze doen. Ja, maar ja, dan vind ik iemand die bijvoorbeeld net als zo'n Nobelprijs... of dat je iets in de wetenschap... Nou ja, dat is ook belangrijk. Maar niet... achter een piano. Nou, nee. Martin, dat is cultuur. Dat is ook heel belangrijk. Ja, dat is talent. Je ziet wel eens kindjes van een jaar of vier zo helemaal op de YouTube... en die zitten er helemaal zo met die lange vingers helemaal. Maar dat ook is... op drumstellen, dat is ook altijd leuk. Ja, maar dat talent moet je wel ontwikkelen. Het is niet zo van, ik heb talent, nou dan ga ik gewoon achter die piano zitten... en ik geef een riedeltje. Nee, dat is een natuurtalent, noemen ze dat. Ja, maar daar moet je ook heel hard aan werken. Nou, oké. Meid, dat vond ik zo geweldig nieuws. Wat? Nou, ik had ook weer tranen. Ja, wat erge mensen zullen wat denken in Nederland. Wat is een huilenbalk? Ja, jij wordt echt een huilenbalk. Ik vond het zo mooi nieuws. Ze was namelijk in Brazilië een Siamese tweeling. Die hoofdjes van die twee jongetjes, die zaten aan elkaar. Nou, en ze waren, hoe oud waren ze nou? Vier jaar. En dan hebben ze na 7 zware operaties met wel honderden medici... die er allemaal aan meegeholpen, zijn die kinderen gescheiden van elkaar. Ja, hoe kan het, hè? Wat spannend voor die ouders ook. Oh. Voor hetzelfde geld gaan ze allebei dood. Nou ja, in ieder geval, ze heten Bernardo en Arthur. Nou, en die moeten gewoon maanden revalideren nog. De jongetjes maken het goed. Nou ja, en gelukkig, de operaties zijn geweldig geslaagd. Ja, klopt. Nou, ik zie hier nog wel dat ze hadden inderdaad een hele hoge hartslag. En toen hebben ze de jongetjes bij elkaar gelegd. En de handjes in elkaar. En toen ging die hartslag naar beneden. Dat maakte ze rustig. Ja, het is natuurlijk een tweeling. En als je zo ook nog echt letterlijk aan elkaar vergroeid bent. Met elkaar vergroeid bent. Dat is, dan moet je ze ook niet scheiden. Wat een wonder, hè? Ja, ik vond dit eigenlijk het meest positieve. Die mogen ook wel een lintje hebben, die artsen. Hè? Dat hele team. Nou, dat bedoel ik. Ja. Ja. Wij gaan door naar de dilemma's. Ja, het is weer tijd voor een spelletje. Nou ja, we leggen elkaar natuurlijk om en om een aantal dilemma's voor. Ja. En dan moeten we het voor ons meest positieve scenario kiezen. Nou, het is niet makkelijk, maar... En we hebben het natuurlijk ook allemaal weer... mensen in Nederland hebben het, en misschien wel in het buitenland ook... allemaal weer opgestuurd. Dus we gaan nou kijken naar de video van de eerste. En de dilemma die is van Laura. Laura. Ja, Laura. Hoi Erik en Martien. Bij deze mijn dilemma voor jullie. Of 1 maand geen contact met elkaar, niet bellen, niet appen of elkaar zien. Of 1 maand samen met elkaar op een onbewoond eiland, zoals Expeditie Robinson. Zelf hutten bouwen, eten zoeken, et cetera. Succes! Vind ik ook een goeie. Ja. Wacht even. Of 1 maand geen contact met elkaar, niet bellen, niet appen, niet zien. Een maand. Dat is wel makkelijker. Ja, een maand is zo voorbij. Je knippert met je ogen en je zit in september, bij wijze van... Ja, ze had moeten zeggen 1 jaar. Dan werd het lastiger. Maar ja, op een onbewoond eiland denk je in eerste instantie... nou, dat is wel een leuke ervaring. Maar ja, dan moeten wij een vis gaan vangen. Ja. Wij hebben de hele dag dan ruzie. Ja. Hut bouwen. Ja. Die instort. Beesten allemaal, waar jij de hele tijd door gaat gillen. Branden de zon. Hartstikke heet zand onder je voeten. Je hebt niks waarschijnlijk bij je. Geen zonnebrand. Hoe kom je aan water? Nee, geen zonnebrand. Ja.
Nee hoor, ik ga jou gewoon een maand niet zien. Misschien is het nog wel lekker rustig ook. Ja, wel ja, een maand. Nee hoor. Nee, Laura, ik ga in ieder geval voor geen contact de hele maand. Niet even één. Bellen. Ja. Ja, jij ook? Ja, ik ook. Maar als ze nou had gezegd een jaar. Nee. Oh. Dan werd het veel moeilijker. Ja, maar een jaar op een onbewoond eiland. Ja, dat is ook lang. Dat is veel te lang. En ik ben al helemaal dun. Nou, dan ben ik helemaal uitgemergeld. Hoezo? Misschien vang je elke dag wel een vis? Een vis, dat is alleen maar... Daar word je niet dik van. Nee. Nee, het is wel gezond. Nee, moet je... blij dat ze een maand hebt gezegd. Ja, jij maakt het alleen nog maar ingewikkelder. Ja, precies. Wij gaan naar het dilemma van Tanja. Tanja. Hallo, Martien en Erika. Allereerst wil ik zeggen dat ik vreselijk geniet van jullie podcast... en dat ik niet kan wachten tot jullie weer op televisie zijn. Dit is mijn dilemma. Of jullie doen een totally naakt shoot in een weekblad... of je trekt je helemaal terug uit de media. Ben benieuwd wat het wordt. Ga zo door. Doei, doei. Dat is ook een moeilijke. Nee, dat is niet een moeilijke. Jij trekt je helemaal terug, zeker? Ik trek me helemaal volledig terug uit Amerika. Ik ga toch niet helemaal naakt in een weekblad staan? Nee, natuurlijk niet. Vreselijk. Ja, dan hebben we helemaal geen werk meer. Wat ga je dan de hele dag doen? In dan ga ik bij Montana. Nee, dan zeg ik hallo, goedemorgen. Wilt u is een cadeautje? Wilt u een tasje eromheen? Nee hoor, moet je luisteren. Ik vermaak me wel. Nee, moet je luisteren? Nee. Nou, ga jij lekker naakt? Nou ja, ze zit een beetje photoshoppen. Nou ja, nee, dat is ook niks. Ja, dan heb ik ook. Nou, dan moet ik ander werk zoeken. Nou, dan ga je leuk bij een notaris werken. Jij had het met je notaris, hoe kom je daar toch bij? Dat past bij jou. Net als de raad in de gemeenteraad. Dat past ook bij jou. Ja, precies. Ik zou dan zoiets gaan doen. Ja, nee, ga ik gewoon een andere baan zoeken. Nou, ik ga ook niet in mijn blootje in een weekblad. En als dat eenmaal in de media komt, dat wij een jaar. Voor de microfoon praten. Oh, sorry. Maar als wij straks dan, als dat in de media komt... dat wij helemaal een jaar uit de media gaan... Ja? Misschien word jij wel gebeld door een of andere landelijke partij... van meid, kom bij ons. Dat zou zomaar kunnen, Erika Renkema. Ja, maar ja, dat ligt er dan natuurlijk wel aan welke partij. Nee, dat sowieso. Dat is logisch. Kijk, want als de SGP belt, dan zeg ik nee, dank je. Nee, dat snap ik. Nee, natuurlijk. Nee, dat ga je niet doen, nee. Ik vond het wel een leuke. Ja, het was wel een goeie. Totally naakt shoot staat er. Ja, Tanja, ja. Totally naakt shoot. Ja. Ja, nee, we gaan dan toch voor optie 2. Nou, dan gaan we naar de derde. Dat is het dilemma van Annette. Ja, maar dat is even zonder video. Dus ik ga hem jou voorlezen. Oh, lees jij voor, ja. Of jullie gaan 10 dagen in retraite en mogen niet praten... Of jullie gaan 10 dagen bij Wim Hof in ijsbaden liggen. Ken je Wim Hof? Nee. Wie is dat? Ja, dat is een man die kan dus heel goed zich in ijs laten zakken. Die doet dat ook elke dag, want dan moet je hart natuurlijk heel erg aan wennen. Weet je, maar die zegt dus dat het heel gezond is. En volgens mij geeft hij ook workshops en zo. Dus in zo'n ijsbad, nou, dat is vreselijk. Dat is vreselijk. Nee, ik ga het niet in een... Nee, moet je luisteren. Zou je wat van je hart krijgen? Nee, ik ga liever 10 dagen een retraite en niet mogen praten. Ja, dat zou ik ook doen. Want ijs vind ik vreselijk kou. En 10 dagen niet praten is ook heel moeilijk. Mag je ook niet jezelf praten? Ja, natuurlijk wel. Jezelf praten mag je zeker. Oh, dat nou, doe ik dat. Ik praat altijd in mezelf. Ik ook. Ik vind dat gezellig. Ik ook. Ik heb ook nooit ruzie met mezelf. Ik zit ook altijd in de auto. Als ik alleen ben, zit ik gewoon in mezelf zo te praten met een muziekje. Ja. Ja. Nee, moet je luisteren. Nee. Ik ga niet naar Wim Hof. Nee, ik ook niet. Wim, helaas, we komen niet langs. Nee. We gaan voor optie 1. Ja. Nou ja, het is natuurlijk zo. Mensen die denken van, nou, ik weet een leuk dilemma voor Martin Eer. Stuur hem in. Je kan het mailen naar dilemma@watgoed. Met 3 A's. Ja. En dan, nou ja, misschien kom je dan in de podcast. En degene die het leukste dilemma heeft, die mag, als ze dat willen, een van onze boeken uitzoeken. Dus het boek van Martin of het boek van Erika. En als je adres opgeeft, dan komt het naar je toe. Ja. Maar we moeten moeten nog kiezen natuurlijk voor deze week. Hmm. Wie was de beste? Nou, zeg jij het maar eerst. Ik ga voor 2. Ik ook. Ik ga ook Want voor dat 2. Dat vond ik toch wel een... Ja, van dat bloot. Ja, van dat bloot of gewoon ander werk gaan zoeken. Vond ik toch wel leuk verzonnen, ja. Ik ook. Ja. Hoe heette die vrouw ook weer? Nou, dan vraag je wat. Nou, dat was Tanja. Dat was Tanja. Tanja. Dus als Tanja even haar
en AW-gegevens, zoals dat heet, hè, achter wil laten, dan krijg je het boek toegestuurd. Wat goed! We gaan naar de volgende rubriek. Ja. En dat is... Uit in eigen land. Ja. Ja. We hebben natuurlijk, ja, weet je, we hebben een prachtig land. En het is prachtig mooi weer. En waarom zou je nog inderdaad, ik zei het vorige week volgens mij ook al, op dat, het wordt steeds erger, hè, op Schiphol koffers kwijt. Het is lange vreselijk, rijen, ja. Maar ook in andere landen. Dus als je dan, ja, weer ergens anders bent, dan heb je weer datzelfde gezeur. Ja, of met jengelende kinderen in die snikhete auto, want de airco die viel uit. Nou, en dan moet je helemaal over die route Soleil. Nou, het is toch vreselijk. En s'avonds kan je gewoon, als je in Nederland blijft, lekker naar je eigen bed. Heerlijk, zet de ramen open. Ja. Je pakt de koelkast, doe je open, je hebt een lekker frissie of een wijntje of whatever. Of een voor de, nou oké. Okay. Ja, of je gaat leuk op de fiets en dan pak je daar ergens een B&B en dan fiets je weer terug. Weet je, zo kan je ook nog een heel eind komen. Dat is hartstikke leuk. In Nederland is zo mooi. Nou, moet je luisteren. Weet je wat nou een heel leuk uitje is om te doen bijvoorbeeld? En dat weten wij uit ervaring. Dat klopt. Dat is een zogenaamde Solex race. Ja. Ja, wij hebben het natuurlijk van onze vrienden in Hengelo, toen we daar nog woonden, als een soort afscheid helemaal gehad. Gingen we met de Solex, met een heel koppeltje. En dan ging je gewoon de natuur bekijken. Gillen op straat en hooi zwaaien. En, nou, het is en vooral bijtrappen, hè? Want dan ga je een beetje harder. Ja, nou, en dus dat is zo leuk. Ik had natuurlijk weer de pech dat hij van mij dus. Ik moest zo bijtrappen dat het gewoon de andere dag helemaal zeer deed aan de bovenbenen van me. Ja, dat klopt. Maar dat, die Solex is uitgevonden na de Tweede Wereldoorlog. Want toen hadden mensen niet zoveel geld voor een auto. Ja. Nou, was die Solex ook nog heel duur, hoor. Die was rond de 375 gulden. Dus dat was ook nog een smak geld. Ja. Maar ja, dan kon je natuurlijk wel sneller verplaatsen. En dat ding reed 1 op 100. Dus. Ja. Ja, dat, in die zin was het heel zuinig. 1 op 1000? Nee, 1 op 100. Dus met 1 liter benzine deed je 100 kilometer. Oh ja, klopt. Staat wat dacht jij dan? Dat je helemaal naar Lyon kon met dat ding? Nee. Ik lul. Jij lult, nee, dat klopt. Nou, en dan hebben we morgen natuurlijk, zaterdag, dan is natuurlijk de jaarlijkse Bootse Parade, de Gay Pride heet dat. Gay Pride. Ja, die duurt tegenwoordig een week of 9 dagen? Ja, dat was vroeger volgens mij alleen maar zaterdag en zondag. Ja, volgens mij ook. Dat wordt steeds langer. Ik dacht, ik heb dat helemaal niet meegekregen. Ja, dat is nou al een hele week. Ja. Ja, een hele week. Maar ja, morgen is natuurlijk, dan gaan al die boten varen door die kanalen en dan gaan al die mannen daarop dansen en zo in strings en met leer. Ja. Moet jij daar niet bij zijn dan? Nee, gouden string? Nee. Oh nee, ik ga sowieso niet in de string. Maar ik ging er wel een aantal jaren achter elkaar heen, maar ik heb geen boot gezien. Ik ging dan gewoon zo, nee, ik ging daar bij de Amstel staan, gezellig in de middag zo. Maar dan komen die boten er ook langs? Nee, daar kwamen ze niet langs. En ik stond daar gewoon te wijnen. Nou, dat zijn de uitjes voor de, ja, voor wat je kan doen nog steeds. Hè? Want het is nog steeds vakantie overal in Nederland. Ja. Dus het is enig. Inderdaad. Ja, nou ga ik even stikken. Oh, nou mag jij. Oh, dit is leuk. Nou, ga vertellen. Nou, we gaan weer eens eventjes positief roddelen. Ja. Ja. We gaan even roddelen, ja. Nou, we hadden natuurlijk deze week in het nieuws Jolante Cabau. Ja, oh, ik moet in die microfoon. Ik zit steeds zo naar jou te kijken. Ja, mijn stoel staat soms nog niet echt lekker. Zo. Schuif maar even. Jolante Cabau, die zat helemaal in Kenia. Met haar zoontje, Sesxava. Sesxava, ja, met dat staartje. Heeft hij nog van dat lange haar? Ja, volgens mij wel, ja. Leuk vind je. Hoe oud zou die zijn dan? Nou, die is denk ik wel weer een jaar of 6, 7 hoor, denk ik. Ja, een jaar is zo voorbij. Nou, die zaten helemaal daardoor in Kenia. Nou, en ze werden ook helemaal uitgenodigd bij de Maasai, helemaal. En dus zij had hele leuke kiekjes gemaakt. En die had ze dan zo gepost op haar kanaal, zeg maar. En dan ging dan de media er weer over zeuren. Dat ze, ja, dat doet zij dan alleen maar om meer likes te krijgen en zo. Dan denk ik, wat alsof is zij dit daarop zit te wachten. Ja, alsof zij niet, zij heeft waarschijnlijk al heel veel likes. Zij dus krijgt genoeg likes. Maar zij post toch wel vaker iets met dat jongetje. En dit is een vakantie die zij samen beleven. Maar ik vind het alleen raar. Dus die Maasai, daar had zij contact mee? Die kwamen naar haar toe of zo. Die zeiden ineens bij haar teentje, hoe? Nou ja, ik weet natuurlijk, ik ben er niet bij geweest. En misschien is ze daar ook wel met een gids en met andere mensen. En, maar zij werd uitgenodigd bij de Maasai. Nou, dat is hartstikke leuk. Dat kind, dat weet niet wat ze ziet, zo leuk. Het is toch heel bijzonder om daar te zijn en in een hele andere cultuur te zien. En ja, dat is wel leuk. Alleen ik vraag, ja, en wat dat gevoel wat ik dan weer krijg is, zij ligt daar niet in een eentje in een tentje tussen de leeuwen en de zebra's en zo. Dus ze zit natuurlijk in een soort groep van toeristen. Dat denk en ik. Niet, is dat dan georganiseerd dat je naar de Maasai gaat? Dan denk ik, laat die mensen lekker met rust.
Tenzij die mensen het zelf leuk vinden. Maar... Nou, ja, dat weer. Als die mensen dat zelf leuk vinden, dan is, ja, dat dan het... is het prima. Ja, maar... ja, in ieder geval, ik vind haar enig, Jolante. En dat jongetje ook. Ja. Ja. Nou, en dan hadden we natuurlijk nog iemand. Want die lag ook onder vuur. Maar zij ligt altijd onder vuur, volgens mij. Oh, Nicky Plessen. Nou, zij krijgt altijd zoveel negatieve... Net als Maxime. Ja, zit ook een beetje in zo'n hoek. Maxime zit in ook zo'n negatieve hoek. Ja. Doet het nooit goed. Nicky Plessen die is natuurlijk helemaal van de kleding en de mode. En ze zit natuurlijk, naast dat ze natuurlijk elke keer ook bij RTL Boulevard te zien is, heeft zij een kledinglijn. Nou, en nou heeft ze ook voor kinderen heeft ze ook een lijn. Nou, zij heeft haar kinderen leuk uitgedost in die prachtige kleding. En daar maakt zij foto's van. Nou, dat is 1. Oh, ja. Zakelijk hartstikke goed van Nicky Plessen. 2. Die kinderen vinden het waarschijnlijk hartstikke leuk. Want onze Claire vindt het ook enig als ze wat doet aandoet van de Villa Vita van Maxime. Ja, maar Claire zegt ook wel eens nee. En ik kijk, het is prima, want als die kinderen van haar precies die leeftijd hebben, die vinden, dan zullen dat in eerste instantie leuk vinden. Ja. Weet je wel, maar ik hoop wel dat die kinderen dan, ook als ze denken, nou, ik heb er helemaal geen zin in, mama, dat ze dat ook aangeven. Dat denk ik, dat ze dat wel doen. Ja, dat doen de meeste kinderen wel. Die gaan echt niet een beetje staan poseren. Nee, precies. Nee, dus dat is prima. Ja, die kinderen heb je straks niet meer in die leeftijd. Dus dat is wel leuk als je ze dan nu gewoon zo aankleedt. Ja, dat vind ik ook niet zo'n probleem. Nee, wel nee. Maar waar maken mensen zich druk om? Gewoon doen dat en ze zijn vanzelf ouder en dan kunnen ze toch niet meer aan. Nou, in ieder geval, wacht eventjes. Ja, we hebben een nieuwe rubriek. Nee, helemaal niet. Wel waar. Nee, we gaan eerst de leukste BN van de week dat doen. Dat bedoel ik. Oh. Ja, en wij hebben een hele goeie. Ja, jij stelde hem voor van de week en ik zei meteen ja. Ja, dat is hem. Nou, de inmiddels 52-jarige Sarina Wiegman. Ja, en weet je wat ik nou over haar gelezen heb? Nee. Zij is haar hele leven al helemaal weg van voetbal. Want zij was als meisje van 6 jaar, heeft ze haar helemaal kort geknipt. Nee. Om met de jongens mee te voetballen. Wat leuk. Ja, dat wist leuk. Ik niet. Nee, dat las ik van de week natuurlijk na die hele overwinning. Hè, want dat is, kwam natuurlijk zo in het nieuws. Zij werd op handen gedragen in Engeland. Ja. Ik ben benieuwd hoeveel jaren wij nog moeten wachten. Misschien zijn we dan al lang dood. Als we nou eens een keertje gewoon een vrouwelijke trainer krijgen bij een mannen-elftal. Nou, dat gaat niet gauw gebeuren, denk ik. Want ik heb zoveel nare commentaren gelezen over dat vrouwenvoetbal. Ja, dat het zeg maar het niveau is van FC Volendam of een of andere gewone regionale groep. De mannen die voetbal kijken, die vinden het niveau niet goed. Oh. Maar ze zien niet dat dit is een sport in opkomst. Die vrouwen hebben nog geen historie in dat hele gebeuren. En die hebben ook een ander lichaam. Die hebben een andere manier van doen. Kijk nou ook eens naar het positieve ervan. Ja. De spirit. Hè? Het enthousiasme wat er vanaf straalt. Nou, tuurlijk is het anders. Maar daarom wil ik toch niet zeggen dat het minder is. Zal ik jou wat vertellen? Nou? Al die mannen die dan zoveel commentaar daarop hebben, dan zitten wel elke avond voor de buis. Ja, en die kunnen zelf waarschijnlijk helemaal niet voetballen. Wel, nee, die liggen daar op die lange, luie met bank. Chips. Met een zak chips. En het biertje. En zo gillen naar die vrouw. Mag ik een biertje? Oh ja. Oh, vreselijk. Nee hoor, zij is de BN'er van de week. Nou, luister eens. Wij gaan inbedden met Steven Brunswijk. Oh ja, leuk. Vindt zo leuk. Ja. Ja. Hallo. Ja, hoor je. Hi, Steven. Nou, hoe is het? Ja, ik mag niet klagen. Het gaat lekker goed. Ik ben lekker druk. Dus op dit moment moet ik weer naar Bokstel. Want ik heb daar een kleine discotheek geopend. Dus daar moet ik een uitje draaien voor shownieuws. Oh. Lekker druk. Ik heb 2 sanitaire zaken ook. En vanavond speel ik ook in een comedyclub ook. Dus lekker druk. Jij doet ook heel verschillende dingen. Wat leuk. Wat is jouw positieve nieuws van deze week? Positieve nieuws van deze week. Dat ik een geluksmomentje had. Oh. En het geluksmomentje is... Kijk, wij wonen aan de rand van Tilburg en daar hebben wij een prachtige tuin. Dat is ongeveer 5000 vierkante meter. En een deel daarvan hebben wij een heel speeltoestel en alles voor de kinderen van gemaakt. En we hebben 2 schuifdeuren. En toen stond ik in de schuifdeuren. Ze waren alle 3 buiten aan het spelen en ik kijk de tuin in. En een stukje verderop zie je de kinderen spelen met elkaar. Geen tablets of niks. Gewoon lekker. Vadertje en moedertje spelen. Ja. En tikkertje spelen. En ja, dat was wel even een geluksmomentje. Nou, kan ik me helemaal voorstellen. Ja, dat is heerlijk voor kinderen. Ja, dat klopt. Ja, maar wat heerlijk dat je zo'n lekkere grote tuin hebt. Met allemaal van die leuke speeldingen. Ik kan het wel laten zien, hoor. Ja, ik ben zo benieuwd. Dat is, even kijken. Je moet draaien. Oh, daar ben ik ook zo slecht in. Oh ja. Oh ja, meid. Wat groot. Oh, lekker zwembadje erbij. Oh, wat leuk.
Ja, en daarachter dan spelen ze met van alles en nog wat. Ja, leuk joh. Enig. En daar woont opa van mijn vrouw. Oh, dat is ook leuk. Zo'n tiny house. Wat leuk joh. Bij elkaar allemaal. Ja, leuk. Ja, hè? Ja. Heel leuk. Enig. Enig. Ja. Nou, en dan had ik natuurlijk heel leuk nieuws vernomen, Steven. Dat 2 weken geleden ben je natuurlijk ook getrouwd. Ook in het huwelijksbootje. Net als onze Max en Lee afgelopen week. Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Ja, ja, dank je. En kan je een beetje uitlichten? Had je een feest of ging je naar de kerk of een gemeentehuis? Hoe ging het? Gospelzang. Nou, wij hebben een locatie gehuurd. Dat was een prachtige locatie. Een mooie villa, ook in Tilburg. Ja. En ik wist natuurlijk helemaal van niks, want ik mocht niks regelen van mijn vrouw. Oh. Zij wilde alles tot in detail helemaal zelf regelen. Dat heeft ze fantastisch gedaan. Ik kwam daar aan en ik wist niet wat ik zag, joh. Ze had een gouden loper. Van alles was er geregeld. Ze had een expositie, want ze maakte ook schilderijen. Oh, ja. Ja. Mijn moeder die kan er helaas niet bij zijn natuurlijk. Want die is in november, 3 november 2020 is ze komen te overlijden. Ja. Dus dat was voor de familie dubbel. Want ja, ik ben eigenlijk de eerste in de familie die is gaan trouwen. Oh. Van alle kinderen, zeg maar. Ja. Mijn vader die kon er net wel bij zijn. Want die lag in het ziekenhuis met een herseninfarct en corona. Oh, jeetje. Maar die is helemaal opgeknapt, want hij zei, als mijn zoon gaat trouwen, zal ik er gewoon bij zijn. Ja, ja, ja. Goed ja, dat hij er dan toch bij was. Wat leuk hè, zo'n dag. Leuk. Oh, ik vind het zo leuk. Ja, het is geweldig. Nou, en toen had je ook nog iets daarna gepost, volgens mij op zijn Insta, over dat... dat je vrouw een beetje vergeetachtig is. Yeah. En een aantal dagen daarna kwam er weer een andere post... dat zwangere vrouwen ook wel eens vergeetachtig zijn. Maar wij willen graag weten hoe het zit. Ja, heb jij voor ons een scoop, heet dat? Dat heet een scoop. Scoop. Wij hebben nooit een scoop, dat namelijk. Ik heb geen scoop. Maar ik kan wel zeggen dat we 3 kinderen en we willen wel een vierde. We willen wel een vierde. Okay. We zijn aan het proberen. Het is natuurlijk, het moet voor jou weggelegd zijn. Hè? Het moet wel lukken. We beginnen wel aan de reis weer, ja. Ja, wat leuk. Goed. Nou, heel veel succes. Ja. Ja. Ja, ik geniet van de reis, hoor. Ik geniet van de reis. Nee. Ja. Ik snap hem ook helemaal. Nou, in de tuin is ruimte genoeg, hè, dus dat is ook geen probleem. Ja. Kan jij al iets vertellen over je nieuwe show? Ja. Want wat betekent alleen Brabanders, geen Nederlanders? Ja, vertel. Mogen alleen Brabanders komen of mogen wij ook uit Zuid-Holland? Natuurlijk. Niemand voelt zich eigenlijk echt Nederlander. Wat bedoel ik daarmee? Iedereen heeft een bepaalde streek waar ze vandaan komen uit Nederland. En die voelen zich meer, die hebben meer die identiteit van Brabant, van Twente, van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Friesland. Het zijn allemaal kleine stukjes. En als het Nederlands elftal speelt, dan zijn we even Nederlands. Ja. Maar het hele jaar door zijn we eigenlijk meer het stukje waar je vandaan komt. En daarom heet mijn show alleen Brabanders, geen Nederlanders. Dus iedereen is welkom. Nou, ja. Een dilemma. Ik was het bijna vergeten. We hebben voor jou een dilemma, want dat is natuurlijk een onderdeel van onze podcast. Dus we hebben er voor jou ook eentje. Nou, luister goed. Ja. Of je moet elke avond bij Vandaag Inside aan tafel zitten. Ja. Of je mag nooit meer de theater zien. Oeh, wat een dilemma. Dat doen jullie goed, hoor. Goed, hè? Nou ja, Vandaag geen site wil ik ook niet meer aanschuiven. Nee, dat zei ik ook al tegen Erika. Maar dat wil ik niet meer, maar het theater is zo fantastisch. Ja, maar Kind, je hebt toch nog discotheken en badkamers, sanitairzaken en zo? Ja, dat klopt, maar theater is een passie. Ja, dat is zo. En als iets een passie is, dan hou je dat heel lang vol. Ja. Nou, dan ga je toch gewoon aanschuiven bij die jongens. Ja, dat zou je wel net moeten. Net doen of je gek bent. Ja, net doen of je gek bent. Als het zou moeten, zou ik eerder daarvoor kiezen. Ja, want theater kan ik niet opgeven. Dat vind precies. Dat is zo magisch. Dat zit in je hart, dat zit in je ziel. Ja, dat snap ik. Je moet het zo zien, theater is voor mij hetzelfde als Martine met wijn heeft. Ja. Oh ja. Ja, een hele goede vergelijking. Ja, dat klopt. Hij kan ook niet zonder. Nee.
Nee. Toevallig zit ik vandaag aan de appelsap. Ja, we zitten aan de jus de pom. Ja, jus de pom. Ja. Ja. Ik geloof er niks van. Ja, echt. Echt. Echt waar. Nou, hij gelooft het niet. Maar hij gaat op kijk.nl kijken en dan ziet hij dat het echt een zuurde pom is. Ja, ja. Zonder. Doe je vrouw de groeten. Doe je vrouw de groeten. En super bedankt voor je positieve inbreng. En lekker weekend. Lekker weekend. Fijne vakantie. Jullie ook. Hey, doei. Oké, doei. Nou, zo. Nou, een aardige gozer, ja. Hij was ook. Ik kwam hem toen voor het eerst tegen toen bij de Dancing Stars, ja. Ja. Oh ja, 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 ja. Ja. Ja, nou, leuk. Enig. Hebben we nog één rubriek? Ja, nou, ik... En dat is de volgende. Ik kon je wel vermoorden deze week. Jij kon mij deze week helemaal niet vermoorden, volgens mij. Nee, dat klopt. Het ging heel goed deze week, hè? Die week van het huwelijk ging zo snel. En ja, daar komt het natuurlijk ook door. Je bent met hele andere dingen bezig. Ja. En ik, dan zeggen we altijd, ik kon je wel vermoorden. Nou, dat was het niet. En ik hou van je, omdat... Ik was zo flabbergasted toen jij onze Maxime zo helemaal dat lange end van dat kasteel naar het altaar bracht. Zo met die hand. Met die hand. En dan op zulke hoge zwarte. Nou, je kan het overdrijven. Nou, zulke palen had je. Heel hoog. Nou, moest je daar eens, en dan toch nog pittig lopen. Chapeau. Ja, we gingen niet te hard, want Maxime kon in die jurk natuurlijk niet te hard lopen. Dus dat ging allemaal wel aardig goed. Dat ging heel goed. Oh, leuk. Nou, leuk dat je daarvan genoot. Nou, ik heb ook geen negatief punten over jou deze week. Nee, dat dacht ik al. Nee. Kijk even naar zitten met die arrogante kop. Nou. Nee, maar ik heb wel iets positiefs, want we hebben namelijk een hek daarachter hebben weggehaald. En er zaten 3 palen. Nou, echt met... onderaan een ijzeren plaat en daaronder nog een blok beton, of weet ik wat het was. En die heb je alle 3 uiteindelijk eruit gekregen. Ja, wat een werk. Ja. Het zweet je na, het zweet op je snor. Dat nou, zijn echt rotklusjes. Dus ik vind dat heel fijn. Nou, ja. Dankjewel. Ja. Nou, en... Ja. Nou, dat was het weer. Volgende week dus de zomerspecial, helemaal gezellig. En lekker weekend. Ja, lekker weekend. Bye bye. Wat goed!